Jasper, eerste plaats van harte gefeliciteerd met de 0-1 overwinning. Dankjewel. Dat is heel welkom. En, we hebben de hele voorbereiding hard voor gewerkt. En, ik denk dat deze wedstrijd echt bij de kant op komt. En, wij zijn denk ik wel uiteindelijk de gelukkige. Ik denk dat we allebei hadden kunnen winnen. Maar hij valt onze kant op. En als je gewoon 3 punten uit bij Helmond haalt, dat is gewoon geweldig. Ja, je eerste goal bij Fortuna. Klein beetje een gelukje, maar toch, toch wel verdiend. Hoe voelt dat, eerste doelpunt? Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Zeker als je gewoon een nieuwe start maakt. En, ik voel gewoon heel veel vertrouwen van de staf, van mijn medespelers. En, ik weet dat ik gewoon een speler ben die, die uiteindelijk in de eindfase ook een beslissing moet proberen te forceren. En, ik denk dat ik deze wedstrijd 6-7 keer ook heb geschoten. En, zeker de eerste helft al een goal had moeten maken. En, ik denk uiteindelijk van de 7 schoten was dit misschien wel mijn minste. Maar deze ging erin. En, ook nog eens van 30 meter. Dus, dan de ontlading bij de ploeg en bij die supporters die het hele uitvak gewoon vol stond. En ons gewoon heel de wedstrijd achter ons hebben gestaan. Dat is geweldig. Ja, we hebben je gevolgd. Wij vonden jou de man of the match. Je was niet alleen gewoon op je eigen plekje te vinden, maar je zat overal in het veld. Je was gewoon meenverdediger soms. Ja, klopt. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. En voetballend ben ik geen echte linksbuiten. Dus ik probeer vaak om een ruimte te zoeken in het middenveld en vanuit daar door te voetballen. En, in het begin al een beetje moeilijk, dus kwam ik iets lager te voetballen om een beetje het spel op gang te krijgen. En in de tweede helft heb ik wat meer voorin afgewacht op mijn kansen. En ook de tweede helft zijn er een paar, 3-4 kansen voor mij gekomen. En uiteindelijk hoop ik nog effectiever te worden. Maar als je 1-0 wint en je maakt de winnende, dan mag je natuurlijk ook wel een bedankje uitspreken naar Kaya. Want die pakt die penalty echt geweldig. En zo hebben we het helemaal als ploeg gedaan. En dat ik uiteindelijk dan man of the match ben, dat is hartstikke leuk. Ja, inderdaad, man of the match. Hoe moeilijk was het spelen met dit weer? Kunstgras en dan met bakken tegelijk vielen er tegen. Ik denk als je op kunstgras speelt is het eigenlijk geen probleem. Want de kunstgras moet eigenlijk gewoon de hele tijd gewoon glad blijven. En als het gewoon mooi weer is, wordt hij eigenlijk stroef. Want normaal sproeien ze wel, maar na 10, 15 minuten gaat dat dan weg. En nu, qua veld leidt het er helemaal niet om. Kijk, als je nu op een grasmat speelt met dit weer, dan had het zeker een modderpoel geworden. Maar nu, het veldje lag gewoon heel goed bij. Het enige wat was, is dat we... dat onze shirtjes helemaal kletternat waren. En de tweede helft had het wel even fris toen we in het veld kwamen. Maar voor de rest heeft het niet heel veel aan ons spel. Kon je niet echt aan ons spel zien dat we daardoor werden afgeleid. En dat was ook goed. Ja, ik vraag dit mede omdat jij op een gegeven moment met kramp op de grond lag. En na de rand ook gewisseld werd. Mede denk ik om de kramp, maar ook als applauswissel. Ja, dat weet ik niet. Dat moet je eigenlijk ook even aan de trainer vragen. Maar ik had inderdaad in de eindfase... dan had ik het even moeilijk en soms dan sta je onder grote druk en is het wel eens verstandig om even de verzorging aan te vragen. En ik had uiteraard wel gewoon een beetje last van mijn kuit en daardoor ben ik inderdaad ook gewisseld denk ik. Dus als het publiek zussen was, dat denk ik nog niet, want de buiten was nu niet binnen. Maar als dat het wel was, dan is dat een mooi gebaar. Ja, nou op naar Sittard, de eerste thuiswedstrijd tegen een van de jong ploegen. Wat zijn de verwachtingen? Ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Als je ziet... hoe het uitvak nu tekeer gaat en als we dan straks thuis spelen, dat kan 100% onze 12e man zijn. En, ik hoop dat we daar ook gewoon weer zo'n prestatie op de mat kunnen leggen en uiteindelijk richting 6 punten kunnen lopen. Want dat kan natuurlijk gewoon een droomstart zijn. En, zeker tegen Jong Ajax thuis moet je gewoon, eigenlijk winnen. En wij willen graag elke wedstrijd winnen. En, trainers zitten heel goed kort op en we werken heel hard en we proberen heel veel voetbal erin te krijgen. Ja, je merkt dat Fortuna afgelopen jaren wat meer via de lange bal en verdedigend speelde. En we proberen nu echt leuk voetbal te spelen en we hopen dat ook aan ons publiek te kunnen laten zien thuis. Ja, inderdaad, want Peter van Vossen heeft, de trainer voor jullie uiteraard, heeft maar één slogan: naar voren. Ja, precies. Dat heeft hij inderdaad op de open dag ook al gezegd. En, dat wilde hij ook gewoon graag zien. Maar hij wil het liefst over de grond spelen. En snel 1-2 keer raken. En inspelen, doorlopen. En dat proberen we heel erg erin te krijgen. En je merkt dat in de Jupiler League natuurlijk niet altijd net zo makkelijk gaat als in de oefenwedstrijden. Maar ik denk dat je wel bij fase hebt gezien dat we soms heel goed doorheen voetballen. En dat hopen we heel vaak te laten zien dit seizoen. Oké, dank je voor het interview. En volgende week succes. Ja, graag gedaan.